mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Kleine beestjes. Peppa en George helpen opa Big in de moestuin. Peppa, hier is een kropsla. Dank je, opa. Oh, wat is dat? Eeuw, er zit een akelig monster bovenop. Monster. Dat is toch geen monster. Dat is een heel klein slakje. Oh, waar is hij nou? Hij verstopt zich in zijn slakkenhuis. Woont hij daar dan? Ja, dat is zijn huis. Kijk, hij komt weer naar buiten. Hallo, meneertje Slak. Opa, heeft meneertje Slak een bed in zijn huis? Nee hoor, Peppa. Als ik een slak was, had ik een bed en een tafel en een stoel en een kast en een televisie. Opa, wat eten slakken? Tja, ze eten liefst mijn groente op. Hey, stop daarmee. Stoute deugd niet. Opa, George en ik willen stout slakje spelen. Deze mandjes zijn dan jullie huisjes. Zo, nu zijn jullie twee stoute slakjes. En ik ga zo meteen alle sla van opa opeten. Hey, blijf eens heel gauw van mijn sla af, stoute slakjes. En als opa Big hard gaat schreeuwen, verstop ik me in mijn huisje. Daar komen Peppa's vriendjes aan. Hallo, opa Big. Hallo, Suzy. Komen jullie spelen met Peppa en George? Ja. Maar ik weet niet waar ze zijn. Ik ben alleen op deze twee slakken na dan. Wij zijn stoute slakken, wij zijn stoute slakken. Verrassing! Wij deden alsof we slakken waren. Mogen wij ook slakken zijn? Ik denk niet dat ik genoeg mandjes heb voor iedereen. Maar misschien kunnen jullie iets anders zijn. Iets superspannends uit de tuin hier. Een wortel? Kelly Konijn is dol op wortels. Nee, Kelly, geen wortels. Kom maar met me mee. Wat is dat zoemende geluid? Het komt uit het huisje daar. Opa, waarom komt er een zoemend geluid uit dat poppenhuisje daar? Oh, dat is geen poppenhuis, Peppa. Het is een bijenhuis. Dat heet een korf. Oeh. Kijk, zo'n mooie bij. Wat doet die bij? De bij haalt nectar uit de bloemen. En dan vliegt hij terug naar de korf om er honing van te maken. Ik lust honing. Laten we bijen nadoen. Zoom, zoom, zoom. Ja, we doen bijen na. Zoom, zoom, zoom. Jongen, wat een bezige bijtjes. Ja, wij zijn bezige bijtjes. Zoom, nu moeten we terugvliegen naar de korf om honing te maken. Alle biggen, wat is dit allemaal? Oma, wij zijn bezige bijtjes. Zoom. Aha, lusten de bezige bijtjes een boterham? Heel graag. En wat willen jullie op je boterham? Honing! Wat een geluk, want dat heb ik gemaakt. Honingboterhammen. Hoera! Een bij zijn is leuk, want bijen eten heel veel heerlijke honing. En ik ben graag een slak, want die eten alle sla op van opa. Hé, hey, stoute deugniet!